Jodan Boys is vanaf de oprichting een vereniging waar we de taken samen doen. Toch maken steeds minder mensen tijd vrij voor verenigingswerk. De vrijwilligers moeten daardoor steeds meer werken. Dat moet veranderen. Jodan Boys wil dat ieder lid per seizoen acht uur verenigingswerk doet, doorgaans verdeeld in twee taken van vier uur. Vanaf komend seizoen betaalt ieder spelend lid naast de contributie 100 euro borg. 50 euro per half jaar. Doe je geen verenigingswerk, dan betaal je ieder jaar 100 euro. Doe je wel elk seizoen verenigingswerk, dan ontvang je de 100 euro borg terug als je de vereniging verlaat. Een taak van 4 uur is dus 50 euro waard. Plan jezelf zo snel mogelijk in aan het begin van het seizoen. Sta je ingeschreven voor een taak, maar kom je niet, dan moet je het volgende seizoen weer 50 euro extra betalen per half jaar. Kom je niet bij de eerste taak, dan vervalt ook de mogelijkheid je in te schrijven voor een tweede taak. Elk seizoen kan je opnieuw kiezen of je verenigingswerk wel of niet wilt doen. Voorbeelden van verenigingswerk zijn onder andere. in de commissiekamer mensen verwelkomen. keuken- of bardienst. schoonmaakwerkzaamheden. actief op het veld zijn als trainer, leider of scheidsrechter. of zorgen dat de club op rolletjes loopt. Als commissie of bestuurslid. Dit verenigingswerk is verplicht voor leden vanaf 17 jaar. Bij leden jonger dan 17 jaar zijn de ouders verantwoordelijk. Jeugdleden kunnen wel als scheidsrechter verenigingswerk doen. Samen gaan we zorgen dat Jodan Boys een vereniging blijft waar iedereen een bijdrage levert. Want iedere bijdrage telt. Ga naar www.jodanboys.nl voor meer informatie over de nieuwe regeling. Heb je vragen over de nieuwe regeling? Stuur dan een mail naar vrijwilligers.nl.